is alweer een hele tijd geleden dat we onze meesterkok Wim op bezoek hadden. En zoals het al enkele jaren de gewoonte is, verzorgt hij ons kerstdiner. En dat is ook dit jaar geen uitzondering. Maar we zijn benieuwd. Nou, dit jaar dacht ik om kerstmis, omdat het is nou nog wel heel mooi weer natuurlijk, nu we aan het opnemen zijn voor kerstmis. Maar om toch maar iets van wild te gaan doen. Dus dan heb ik eigenlijk een 3 gangen wildmenu gemaakt. Ik heb eigenlijk zo wild gemaakt dat mensen die niet van wild houden, het toch mee kunnen eten. Wat voor wild hebben we? Ik heb haas en dan het volgende gerechtje is wild zwijn en het hoofdgerechtje is hertensucade. Met de groentes die er nu zijn. Dus ik heb nou spitskool, met een beetje sinaasappel, een beetje groene kruiden erbij en dan een hazenrugje. Nou, die hazenrug die kan me dadelijk op zijn karkas bakken, dus dat wil zeggen, ik ga die filetjes haal ik er later pas af, want anders kunnen ze heel snel doorbakken zijn. Dus ik ga hem peperen en zouten. Dan zeggen mensen, oh, we doen er toch veel zout op? Dat is niet. Dat is de buitenkant, hè. De andere kant is straks, kijk, dit is de rugfilet, hè. Kijk, dit is nou een haasje, maar als je dan een koe hebt, is dit de entrecot, hè. Hier zit zijn billen. Hier zit zijn hoofd. Dus dan kun je eigenlijk zien, hier zitten zijn ribben, zie je dat? Zijn koteletjes. En aan de onderkant zit zijn runderhaasje. Oftewel, het haasje. Runderhaas, maar ook het runderhaasje van de haas. Hè? Dat zit hier. Dat doe ik ook altijd, want daar eet de kok meestal op. Dan ga ik er een zoet-zuur sausje bij maken. Dan ga ik dit eigenlijk met zo'n zesteur. Heb ik eigenlijk de sinaasappeltjes nodig, de schilletjes. Dat is hartstikke lekker, want met deze kunnen we marmelade maken. Dit zit in de marmelade. Dan hebben we die partjes nodig. Meer eraf gesneden en dan snij ik dit in één keer zodat ik het vruchtvlees zie. Dat is weer een truc. Als je deze sinaasappeltjes morgens aan uw vrouw geeft langs bed, dan hoef je geen wild meer te eten, want dan is ze wild. Dan snij ik er eentje in en dan kan ik hem zo van zijn ander velletje afdouwen, zie je dat? Iets waar je gaat trekken, zeg ik altijd. En lang moet sudderen, dat doe je vaak met uien. En iets waar verfijnd moet zijn, doe je altijd met shallotjes of bosuit. Ik doe altijd op vlees, ook bij wild, gewoon een beetje olijfolie op. Dat is eerst peper en zout en dan de olijfolie. Dan de olijfolie erop. Die pasta heet te worden. Je wilt toch een beetje die botersmaak hebben, hè? Want dat is bij wild altijd wel lekker. Doe een klontje boter bij. Ja, erachter. Dan bak je eigenlijk op het vlees alleen, hè? Kijk, dan draai ik hem om, zie je dat? Dan is je al aangebakken, hè? Maar hij zorgt wel voor een hele hete pan natuurlijk. Vooral. Ja. Nou, dit mag zo de oven in. Dat is maar een paar minuten geweest. Ja, het is gewoon even een beetje aanbakken. 7 minuutjes in de oven. En het is klaar. Zet er in de oven altijd een schaaltje onder. Want als je druppelt, druppelt je niet in de oven. Goed, kan ik deze even in de oven zetten. Nu ben ik nog wel niks te vragen, maar ik doe alvast maar een beetje... Bij die salade, omdat er ook sinaasappels in zit, denk ik, het is nou toch nog mooi weer. Ik denk, kunnen we wel weer een keer een rozeetje, ja, maar er zou ook een licht gekoelde rode wijn bij kunnen. Kijk, nou ga ik een zoet-zuur sausje maken. Het staat allemaal op recept, hè? Ik schud nou zomaar iets in die pan. Nou, dat moet afgewogen worden. Dat hoeft niet per se tot op de gram, maar ik heb het er wel op staan. Ja. Dus ik doe gewoon suiker in een pannetje. Hier heb ik azijn staan. Dit laat ik karamelliseren. Dat is heel zachtjes bruin laten worden. Dan blus ik daarmee azijn. Dan heb ik zoet-zuur. Daar doe ik peper en zout bij en een bakje fond. Nou, dan heb ik hier die sinaasappeltjes. Die komen er ook in. En dan heb ik hier de uitjes die ik even ga snipperen.
Dat is gewoon die gekarameliseerde, licht gekarameliseerde suiker, zie je dat? Ja. En het hoeft niet, als ik hem nog verder karamelliseer, wordt hij ook wel nog iets hier, maar hij wordt vanzelf bruiner, hè? Ja. En als ik dan dit bij doe, dan stolt mijn suiker. Want die koelt af. Zie je dat? Dan is het allemaal net... Dat is heet. Dan zie je hoe heet dat is, hè? Ja. Je ziet ook hoe dat ruikt, hè? Kijk, en hier doe ik dan die... jus de veau bij. En mijn sinaasappelschilletjes. Godverdikke. Dit kan ik gewoon weer laten koken. Kleurrijk, hè? Dat is één. Een spitskooltje of? Spitskooltje. Maar ik doe er gewoon, ik snij een flinke bips af. Dan heb ik eigenlijk alleen maar meteen de mooie bladeren. Kijk, en dan doe ik hier ook nog even die nerven een beetje nat snijden. Die ga ik daar heel kort blancheren. Hier is hij dan, hè. Zeven minuten ongeveer. Zeven minuten. Dan zie je dat hij dus vanzelf van binnenuit drukt je zijn sap naar buiten. Zie je dat? Ja. Dan is je van binnen eigenlijk mooi rosé. Dan laten we zomaar even afkoelen. Kijk, water met zout. Ik doe die kool erin. En dan doe ik er eventjes die uitjes bij. Die mogen er ook rauw bij, maar zeker als je het even wilt bewaren. Doe hem even zo, want dit kun je een dag voor kerst makkelijk helemaal klaarmaken, die kolen. Dat hoeft ook maar even. Dat hoeft maar even. Dat hoeft maar even. En dat blijft mooi op kleur. Dit is een beetje bieslook, een beetje zout, een beetje olijfolie. Deze salade is klaar. Kijk, en daar komt straks die sinaasappel tussen. En die doe ik straks alle minuut voordat ik het erop leg. Ik leg ze een beetje uit elkaar. Doe ik daar dan een beetje peper en zout op. Zie je dat? Ja. Kijk, want dit is die rug, hè. En die ga ik nou van zijn karkasje afsnijden. Hij is heerlijk al, hè? Ja, die is al lekker. Want dit is het lekkerste. Ja. Kijk, en dan maak ik dan straks even warm. Daar moet je altijd wel mee opletten. Dat je dat, als je dat doet thuis, dat je erbij blijft staan. Hè? Of je zet een oven op 60 graden, hoeft er niet bij te blijven staan. Dan mag je gerust 10, 20 minuten in. Maakt niks uit. 60 graden, 50 graden. Dan is je lauw warm. Dat is helemaal goed. Huub, dit is jouw sausje geworden, zie je dat? Ja, ziet er fantastisch uit. Zie je dat? Ja, hij zit in. Zet je even. Hier zit dan die fond in. Suiker gekarameliseerd, geblust met azijn. Sinaasappelschiltjes en fond. Nou, dan moet ik er nog een klein beetje peper en een beetje zout bij doen. Dan heb ik een heel lekker sausje. En wij kunnen nu, als je dit bij elkaar ziet, kunnen we al bordje gaan maken. Ik heb nou gekozen voor een diep bord, hè? Dus een klein. Dus dan kan ik die bladeren zo een beetje in leggen. Ik doe ze zomaar een beetje gek opstapelen. Kijk, hier doe ik een beetje gewoon peper op. En gewoon net als vroeger in de cafetaria. Een beetje korreltje zout. En dan leg ik die sinaasappeltjes. Steek er eigenlijk zomaar een beetje onderin. Kijk, leg dit. Je maakt er maar iets van, hè. Je maakt er maar een streepje van. Maar je kunt het randje van de bord ook gewoon mee gebruiken, zie je dat? Je hebt die haas, die is uit de oven, en dan doe ik er nou een beetje die zoetzure sinaasappelsaus op, zie je dat? Ja. Kijk, en die blijft dan op het randje van het bordje liggen en de rest zak ik een beetje door mijn sla heen. Kijk, en dit is voorgerecht. Ja, het voorgerecht, maar we ontkomen er niet aan. Ik zie hier een lekkere rosé staan, maar wat is er lekker bij te drinken? Ja, je kunt hier of gewoon een witte wijn bij doen, maar ik dacht van ik doe een rosé'tje. Maar dat mag ook een gekoelde, hele lichte rode wijn zijn. Pinot Noir-achtig iets. Ik denk, nou, dat is lekker ook bij die zuren. En bij de vlees mag gerust een of licht rood of een rosé.
bij voorkeur uit de Provence, waar is het zuid? Het is een beetje een wittere rosé, dus, ja. Maar je moet gewoon drinken waar je lekker vindt. Veel gezondheid. Kerstmis.